Marcel Pullen, mede-oprichter van, of organisator van dit platenfestijn. Hoe kom je zo gek? Ja, het idee ontstond eigenlijk bij de platenzaak Vinylparadijs in Geesteren. Ik had het met eigenaar Bart Hasselbecker over dat er in Almelo niets was. En toen zei hij, nou, we kunnen wat organiseren natuurlijk. Nou, zo is het gekomen. Dus ik kende Jeroen Bos hier van het Stadslab ook. En zo hebben we het met z'n drieën hebben we het bedacht. En platenverkopers hebben we uit het hele land. Er is ook iemand uit Engeland. Er zijn een aantal mensen uit Duitsland. Dus ja, we hebben een heel breed aanbod ook. Nou, Bart Hasselbecker die doet heel veel met platen. Dus die kent heel veel handelaren. Die heeft de handelaren benaderd. En ze waren allemaal heel erg bereid om hier naartoe te komen. Ook al omdat er hier in de omgeving zo heel weinig te doen is op het gebied van vinyl en platen. Is dit uit een handgelopen hobby? Of? Altijd gespaard, zeg maar. Alles wat normaal is. En wat ik dubbeld heb, dat doe ik er allemaal uit. Komt u vandaan? Apeldoorn. Is er veel vraag naar normaal? Ja, op sommige plekken. Deventer, Almelo, in de Achterhoek, Doetinchem. Maar gisteren heb ik in Groningen gestaan. Ja, dat wil het ook. Maar neem je het mee naar Amsterdam of Utrecht, is het weer minder. Ja, die begrip dat ook niet, hè? Nee, die begrippen dat niet, nee. Bart Hasselbecker, mede-organisator van dit festijn. Klopt. Wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het goed gaan. De opkomst is goed. Er stonden ruim 200 mensen voor de deur. Dus ja, wat wij gehoopt hadden, dat wordt ook waargemaakt eigenlijk. De eerste 150 mensen kregen een tasje. De eerste 100 met een platenbon van ons van de Vinylparadijs erbij. En de 50 kregen met de plaat erin en een cd. Nou, we hebben vanmiddag nog 2 bandjes hier. Dus het wordt ook gezellig. Live muziek en dan Eagles coverband. En we hebben iemand wat zo door het publiek heen loopt. Martin Remblin is dat. Kijk, nee, want ik zou kunnen maken 55, 75, 100, 105. Mijn naam is de Donor voor Bijt en ik kom uit Spijkenisse. Ligt zo'n beetje 20, 30 kilometer vanaf Rotterdam, onder Rotterdam. Ik vind die fantastisch, leuke mensen. Ja, je komt een hoop andere mensen tegen en ja, het is leuk. Ik kom overal, Limburg, Groningen en nu in Armelo geloof ik en Hengelo. Dus ja, het bevalt me hier uitstekend. Maar ik kan de mensen ook een hoop mooie spullen aanbieden qua singles en LP's. En ik doe het al een paar jaar. Dus, Kijk, verkoop je ook van die hele dure of niet? Ja, ik verkoop ook best wel wat duur spul. Maar hele dure gaan meestal in mijn internetwinkel. Maar ik heb hier, wat je dus al ziet, al bepaalde leuke items hangen. En wordt er wel eentje weggekocht. Je moest vanmorgen al vroeg op. Heel vroeg op, maar gisteren stonden we in Groningen en we hebben nu een huisje afgehuurd in Armelo. Dus dat viel mee, dus dat was een half uurtje bij. Ben je er klaar voor? Helemaal, ja. Oké, dan zou ik zeggen, hij is voor een vaster dan Daphne Schippers en hij is al sneller dan Urbanus. Graag uw hartelijk applaus voor Theo Danes. Dank u wel. Mijn tante klets voortdurend uit haar nek, die breder dan haar hoofd is, door het spek dat jaren in haar lijf ligt op te hopen. Mijn tante klets voortdurend uit haar nek. Er valt helaas geen touw aan vast te knopen. Zijn moeder is zo goed voor hem geweest. Zijn vader heeft zoveel voor hem gedaan. Toch laat de jongen soms zijn eten staan en om dan weer eens te schrokken als een beest. En op zijn racefiets is hij rondgereest en reed daarbij die goede buurvrouw aan. Zijn moeder is zo goed voor hem geweest. Zijn vader heeft zoveel voor hem gedaan. Dus je begrijpt, zijn ouders zijn bevreesd dat hij ondankbaar, doof voor hun vermaan, nog eens naar de gevangenis zal gaan. En dat men dan in alle kranten leest, zijn moeder is zo goed voor hem geweest. Ook mijn vader heeft jarenlang in Indië gevochten. Gewoon met mijn moeder. Zijn er mensen die... Ja, maar je zit zo ongelukkig. Ja. Ik ga het proberen. Ja, nee, net niet. Hij is net niet gehaald. Ja. De terechte eerste plaats in de Willem Wilmink dichtwedstrijd 2019... komt daarom toe aan Remco Koplamp uit Spijkenisse. En echtgenote van... Echtgenote van Anneke. Bij Claudia. Ik wist niet wat me nog te wachten stond. Toen ik na heel wat schroom en aarzeling voor het eerst bij Claudia naar binnen ging. Gelukkig
bleek mijn bangheid ongegrond. Ik gaf mij over aan haar vaardigheid, voelde haar vingers strijken langs mijn nek en door het laken heen haar warme plek. Ik deed mijn ogen dicht, vergat de tijd. Totdat ik opschrok uit mijn dromerij. Met rood gekleurde oconen gaf ik traag iets wat bedeesd nog antwoord op haar vraag. Wat korter graag, de oren mogen vrij. U krijgt van mij een juryrapport en de oorkonde. En bloemen. Ik heb gezien dat uw vrouw ook een prijs gewonnen heeft. Dus u gaat samen met heel erg veel plezier naar huis. En namens iedereen hier in Almelo, gefeliciteerd met uw eerste prijs. Het aantal weidevogels in Nederland daalt onrustbarend. Vader Harry en zoon Thijs Mensink schiepen een paradijsje voor weidevogels op Erve Vleerboer in Albergen. Wat voor vogels zien we hier nou zoal? Nou, eigenlijk sinds dit jaar de groothoorn doet het heel goed. Die hebben we ongeveer 45 hebben we geteld. De nesten moeten nog komen, dus dat is al even afwachten. Maar wij vermoeden dat ze blijven, de meeste althans. En misschien dat er nog wel bij komen, maar dat kan ook nog. De eerste kievitzeien zijn al wel 2-3 weken geleden gevonden. Dus er is al wel wat. Hier zijn ze druk bezig. Dus ja wij lopen het land op zich niet in. Hooguit om ja, predatie te verjagen. Wanneer kan ik de kleine kievitjes zien, denk je? Het ligt er nu van wanneer ze nu gaan leggen. Maar dan is het met een week of 3-4. Ik had ook al gehoord bij een ander plasdrasgebied dat ze vergunning hebben gevraagd om kraaien te vangen en ergens anders uit te zetten. Speelt dat hier ook? We hebben hier inderdaad wel heel veel kraaien, dus het zal inderdaad wel een welkom zijn om dat te mogen. Ja. Hoe is het nou als de vogels terugvliegen weer naar hun oorspronkelijke gebieden? Dan vliegen ze over Frankrijk, België. Zijn ze daar ook een beetje beschermd? Met name in Frankrijk zijn ze bezig, want in Frankrijk mag ze steeds bejagen. Dus het is een beetje lullig als je hier beschermt en hier over heel Nederland gezien wordt het echt miljoenen ingepompt. Ja, en daar schieten ze weer uit de lucht. Dus, maar er is nu een verbod op, voor dit jaar ook weer. Maar ze zijn bezig om het gewoon definitief een verbod op te stellen in Frankrijk. Om het gewoon definitief te verbieden. En mogen er ook mensen komen kijken hier? Ja, we hebben een kijker. Momenteel zijn ze ermee bezig. Hij is bijna gereed. Ja, vanaf aankomende week. Dan is die vrij te bezichtigen voor iedereen die wat het mooi vindt om bij de vogels te bekijken. Wij zijn bezig met schoolprojecten om misschien ook klassen te kunnen ontvangen. Het is een prachtig stukje hier en je kan hier ook prachtig op de fiets naartoe. Ik zie dat je ook een pleisterplekje hebt. Misschien wil je het adres even noemen dat mensen dan weten waar ze terecht kunnen. Ja. Mijn bedrijf is Erf Vleerboer. We zitten aan de Vleerboersweg 28 in Albergen. Eugène van Mierlo, wat vindt u van dit initiatief? Ik vind het een hartstikke mooi initiatief. Je ziet dat er jaarlijks een landelijke opschoondag is. En ook Almelo doet daaraan mee. En we willen gewoon een schone stad. En dan is het heel mooi dat we in Almelo dit jaar het initiatief Heel Almelo Schoon hebben. En dat dus ook scholen daar op de vrijdag aan meedoen. Niet allemaal, maar wel een substantieel aantal. Waardoor we ook hier vandaag hebben kunnen zien, hè, met de wereldboom. Dat er heel veel rotzooi uit de buurt aan zwerfafval is opgehaald. En morgen gaan we gewoon met particulieren, met inwoners uit de stad, ook een opruimactie houden. En ik ga dat doen samen met Ruben Slaat, de junior burgemeester. En dan gaan we ook zoveel mogelijk zwerfafval proberen op te halen. Het zit vooral ook in gedrag van mensen. Hè. Vaak is het gemakzucht. Je hebt wat, snoeppapiertje, een pakje drinken, een blikje cola, noem maar op. En met het meeste gemak gooien mensen het op straat in plaats van in de afvalbak. Nou, dat gedrag dat willen we veranderen. En toch is het goed, hè, los daarvan, dat je dan één keer per jaar echt een actie hebt om met zoveel mogelijk mensen de troep op te ruimen. Met als doel een mooie, schone stad. Gekoppeld is aan dit initiatief, hè, onder andere McDonald's, die doet ook mee aan de opruimactie. En daar hebben ze aan gekoppeld dat dan mensen die morgen de hele dag meedoen, daar ook wat lekkers kunnen krijgen tussen de middag.
Een lekker gezond broodje. Een lekker gezond broodje. Ik ben al ontzettend blij dat zulke soort grote organisaties meedoen met zo'n actie. En de volgende stap is dat we kijken hoe we dat natuurlijk ook met gezonde voeding kunnen doen. Maar gelukkig heeft McDonald's ook fruit en salades. Dus dat komt ongetwijfeld goed. Ik ben zelf ook de wethouder voor zorg en gezondheid. Dus daar heb ik ook wel op aangedrongen dat het niet alleen de vette hap is. Maar wel heel erg blij ben ik met het initiatief dat een grote organisatie als zo'n fastfoodketen ook met ons meedoet om Almelo schoon te krijgen. Dat wij bij de milieuparkjes, waar je ziet dat veel afval wordt gedumpt, ook spul dat daar dus niet thuis hoort, dat we daar een pakket aan maatregelen op toepassen om ervoor te zorgen dat ook daar de milieuparkjes schoon worden en blijven. Het is een integraal pakket aan maatregelen. Maatregelen gebaseerd op gedragsbeïnvloeding. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de eerste zak niet bij de container wordt geplaatst. Maar tegelijkertijd ook omdat we toch zien dat mensen ook komen aanrijden. De huisraad uitladen en dan vervolgens weer wegrijden. Dat wil je gewoon niet. Dat we daar dan ook een maatregel op toepassen. En dat is cameratoezicht. Zodat we ook actie kunnen ondernemen. Bij een drietal locaties. Als het dan toch misgaat, dat we daar mensen op kunnen aanspreken en zelfs ook op kunnen beboeten. Nou, ik heb iets gehoord van drukmatten. Ja, drukmatten, dat is echt een novum voor Almelo, maar vooral ook voor Nederland. Wij gaan drukmatten, zoals dat zo mooi heet, ook introduceren bij afvalparkjes, milieuparkjes. En dat houdt in dat als jij een vuilniszak zet naast de container, dan gaan daar ledlampen op branden, een fel rood licht. Omdat we op die manier ook willen laten zien, meneer of mevrouw, dit is fout gedrag, dit hoort niet. En er komt dan ook een negatief geluid bij, een negatieve toon. En op het moment dat mensen dan weer de zak netjes oppakken en weggooien zoals het hoort, dan komt daar een goedkeurend geluid om op die manier ook mensen te triggeren om geen verkeerd gedrag te vertonen. Dat wil zeggen, we beginnen met de randgemeente, waar gemeenten die op de grens van de waterschap liggen met andere waterschappen. En dan gaan we de deelgebieden langs Zuidoost-Drenthe en delen van Twente. Uiteindelijk hebben we dan de totale uitslag. En in die stapswijze aanpak ziet u straks op de schermen links en rechts hoe dat cumulatief zich opbouwt. Wat is er nou te kiezen bij waterschapsverkiezingen en waar onderscheiden de partijen zich? Applaus. Maar als lijsttrekker maak je hele grote kans als je in het algemeen bestuur komt. En de Algemene Waterschapspartij die heeft drie zetels gehaald. Die hadden we ook, we hebben geconsolideerd. En daar zijn we erg blij mee. We zijn ook de derde partij in het waterschap gebleven. En dat is natuurlijk fantastisch. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, je kunt mijn taak toch goed vergelijken met een burgemeester bij een gemeente. Ik ben voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad. En het dagelijks bestuur met het college van burgemeester-wethouders. En daar ben ik dan de voorzitter te vergelijken met de burgemeester in. Ik ben ook boegbeeld van het waterschap. Dus ik moet zorgen dat ik ook buiten dit waterschapsgebied verbinding maak met de drie provincies waarin we liggen. Overijssel, Drenthe en Gelderland. En een deel van ons stroomgebied ligt in Duitsland. Dus ik doe ook heel veel aan verbinding maken met onze partners in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. Ik vind dat de verkiezingsuitslag die we nu hebben en met name de opkomst laat zien dat waterschapswerk toch heel goed wordt gezien. Anders hadden de kiezers ook niet voor gestemd. Hè? 52,3% opkomst. Ik denk dat de kiezer dus heel goed snapt dat de thema's die bij ons spelen ook de echte thema's zijn van deze tijd. Klimaatverandering, duurzaamheid, medicijnresten in water, microplastics. Daar kan een waterschap allemaal wat aan doen. En dat heeft de kiezer denk ik gezien en zich daar ook over willen uitspreken. En daarom hebben we een fantastische opkomst bereikt. Je krijgt een stempas thuis, in dit geval twee, voor de provinciale staten en voor het waterschapsbestuur. En ik merk dat de kiezers daar allemaal heel serieus mee zijn omgegaan. Ze hadden ook die stempas van het waterschapsbestuur aan de kant kunnen leggen, alleen voor provinciale staten kunnen stemmen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus de opkomst van waterschap en provincie ligt redelijk dicht bij elkaar.
En we zien ook dat heel veel kiezers hebben onze stemhulp bezocht op de website verstromen.nl. En hebben echt serieus gekeken waar gaat het nou eigenlijk over en wat is er nou te kiezen. En daar hebben ze iets mee gedaan. Dus ik vind dat je ziet dat de kiezer ons werk heel serieus neemt. En dat daarmee een prachtig mandaat is gekomen voor een nieuwe bestuursperiode en voor een nieuw bestuur. Op de fietsen. Mangs, ik op de fietsen, dan denk ik wel eens. Me mist iets toch niet. Maar ik denk, dan denk ik niet te vallen als kan, maar die moet nog verdaan.